landbouwmechanisatie testte de John Deere 5100R. Het blijkt een compacte, vriendelijke en chic-ogende trekker met een goede cabine. De trekker heeft een nominaal vermogen van 74 kW, dat is 100 pk, en een maximum vermogen van 79 kW. Dat komt neer op 108 pk. De hef is bovenin voldoende krachtig, onderin mag het wel wat meer zijn. De bediening is plezierig en ook vanaf het spatbord te doen. De rechter van de twee hefstangen heeft snelversnelling. Op de cabine valt weinig aan te merken. Het comfort staat op een vrij hoog niveau en er zijn redelijk wat opbergmogelijkheden. Voor lange bestuurders kan de stoel net niet ver genoeg naar achteren. En chauffeurs met een fors postuur zullen de portieropening als krap ervaren. Standaard heeft de trekker twee mechanisch bediende, dubbelwerkende ventielen. En de afterkas heeft drie toerentallen, 540, 540e en 1000. De vier groepen van de versnellingsbak schakelen een beetje stug. Maar in combinatie met een viertraps powershift en een belastschakelbare voor- en achteruit, kom je op 16 versnellingen vooruit en 16 versnellingen achteruit. Je hebt daarbij in het werkgebied van 4 tot 12 km per uur 7 keuzes. De onbelaste top van de trekker ligt bij 43 km per uur. De viercilindermotor presteert over de hele linie goed. Met zijn verbruik scoort de PowerTech motor echter vrij hoog. Wat onderhoud betreft is de pijlstok van de motorolie wat lastig bereikbaar. De 5100R, die er al vanaf 57.098 euro is, is scherper geprijsd dan dat je van een John Deere verwacht. Het vrij hoge verbruik vormt dus het enige echte nadeel van deze sympathieke Duitser.